De strop van Blauwe Stad wordt steeds groter. De provincie incasseert deze keer een verlies van minstens 25 miljoen euro. Goedenavond. Het nieuws uit Groningen, stad en provincie van dinsdag 22 januari. Er komen minder woningen in Blauwe Stad en de kavels worden goedkoper. Kost de provincie tussen de 25 en de 29 miljoen euro. De aanpassing van de plannen is nodig omdat de woningmarkt in het slop zit. Afgelopen jaren zijn slechts 9 kavels verkocht in Blauwe Stad. Waar we in Nederland tegenaan lopen is een structurele crisis. En dat vertaalt zich ook in de woningmarkt. Waarbij we voor de langere termijn een goede business case willen neerzetten. En een structurele bijstelling achten wij op dit moment noodzakelijk. Een 33-jarige man uit Spijk is voor het seksueel misbruik van 4 meisjes veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en TBS met dwangverpleging. Hij zou eerst in een normale kliniek worden geplaatst, maar deskundigen hebben dat afgeraden. De man gaat naar een TBS-kliniek om te voorkomen dat hij te snel vrijkomt en dan weer de fout ingaat. Een man die is opgepakt tijdens de Facebook-rellen in Haren krijgt een schadevergoeding. Volgens een advocaat stond de man alleen maar te kijken. Hij heeft 3 dagen doorgebracht in de cel en is vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. De schadevergoeding bedraagt 210 euro. Twee agenten die betrokken waren bij een achtervolging waarbij een 18-jarige man uit Sellingen om het leven kwam, worden niet vervolgd. Volgens justitie valt de politiemannen niets te verwijten. De Sellinger had geen rijbewijs. In augustus vorig jaar pakte hij de auto van zijn opa. En toen hij de agenten zag, gaf hij gas. In het Drentse Nieuwbuinen vloog hij met hoge snelheid uit de bocht en botste tegen een boom. De man overleed ter plekke. 5000 Noorderlingen krijgen deze week een uitnodiging van het UMCG om mee te doen aan een groot onderzoek naar erfelijke borst- en eierstokkanker. Het UMCG wil weten hoe het kan dat in een familie waarin kanker voorkomt, de een wel ziek wordt en de ander niet. Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld eetgewoonten en gebruik van medicijnen. Opnieuw een staking bij metaalbewerkingsbedrijf Netcoat in Groningen. Vorige week onderbraken de metaalwerkers ook al hun werk, want ze zijn het niet eens met het loonbeleid van de directie. Volgens vakbond FNV Bondgenoten worden de lonen de komende jaren bevroren. De directie spreekt dat tegen. Bij Netcoat werken 40 mensen. Opluchting bij de zeehondencrash in Pieterburen. De medewerkers maakten zich zorgen over een zeehond die al een tijdje heen en weer zwemt tussen het Schildmeer en het afwateringskanaal richting Termunterzijl. Er werd gevreesd dat het dier zou verdrinken onder het ijs. Maar de zeehond is nu gesignaleerd in het Eemskanaal en dat is niet bevroren. Straks, hoe creëer je een lopend vuurtje? En met stalen zenuwen op een stalen ros. De snaai van de laatste paar dagen hebben we nou eerst wel in weer gehad. Er staat voorlopig niks echt meetboos meer op programma. Maar het wordt wel flink koud. Strenge vorst. Blauwe Stad levert de provincie Groningen dus opnieuw een miljoenenverlies op. Door de stagnerende verkoop van bouwkavels moet de provincie een bedrag van 25 tot 29 miljoen afboeken. In de bijgestelde plannen worden flink minder woningen gebouwd. Eerder in 2010 werden de plannen ook al bijgesteld. Vanuit de lucht is goed te zien hoe braakliggende bouwkavels wachten op een koper. Maar die kopers zijn er amper. In de afgelopen 2 jaar werden slechts 9 bouwkavels verkocht. De verwachting is dat het de komende jaren niet direct beter gaat. En dus worden de plannen, net als in 2010, opnieuw naar beneden bijgesteld. Nou, dat betekent concreet dat wij minder kavels uiteindelijk gaan uitgeven. Met 233 gaan we terug. Dat betekent ook dat de prijzen van de kavels naar beneden gaan. Gemiddeld 20%. Dat is een behoorlijke aanslag uiteindelijk op de business case. En dat betekent ook dat wij gewoon financieel een bittere pil te verteren hebben. De aanpassing kost 25 tot 29 miljoen euro. Volgens de provincie is de stagnatie van het project geheel toe te schrijven aan de crisis. En de plannen om vooral woningen te bouwen in het hogere segment van de markt wordt niet getornd. Moet ik zeggen dat de kavels in de uitverkoop gaan? Nee, dat niet. Wat wij gedaan hebben, en daarbij zijn we niet over één nacht ijs gegaan, is om per gebied te kijken hoe de markt zich ontwikkelt, wat daar mogelijk is. En dat betekent dat de bijstelling gewoon conform de marktontwikkelingen heeft plaatsgevonden. En wij verwachten dat wij op deze manier ook nieuwe bewoners in de toekomst een goede plek kunnen bieden. Maar 9 kavels in 2 jaar tijd, dat is wel heel weinig.
Ja, maar dat is toch conform de planning. Maar dat is een grapje. Dat is weinig, dat klopt. Maar dat is niet anders dan in andere regio's in Nederland. En in die zin hebben we natuurlijk met z'n allen in Nederland wat te verteren. En de provincie Groningen ontkomt daar ook niet aan. Ondanks de malaise op de woningmarkt gaan investeringen in de recreatieve sfeer wel door. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen voor een bungalowpark. Voor het verlies dat nu wordt genomen, moet overigens nog wel een dekking worden gevonden. We hadden al rekening gehouden in onze reserves met een tegenslag. Deze is iets groter, dus we zullen daar met de staten in Groningen zullen wij tot besluitvorming komen. Hoe dan ook, als je het geld hier aan uitgeeft, kan het ergens anders niet naartoe. Zo simpel is het. Het is een bittere pil om te slikken uiteindelijk. Daar komt het op neer. Wat doe je als je erachter komt dat je een erfelijke aanleg hebt voor borst- of eierstokkanker? Laat je dan je borsten of je eierstokken uit voorzorg verwijderen? Of kies je er juist voor om niets te doen met het risico dat je kanker krijgt? Dat is een duivels dilemma, niet alleen voor patiënten, maar ook voor artsen. In de studio is Jan Oosterwijk. Welkom, meneer Oosterwijk. U bent klinisch geneticus, oftewel erfelijkheidsarts. U bent betrokken bij dat grote onderzoek naar erfelijke kanker. Wat is het doel van dat onderzoek? Het doel van het onderzoek is om te zorgen dat we meer te weten komen over de erfelijkheid van borstkanker. Dat klinkt een beetje als een open deur, want al jaren is in de media veel informatie over erfelijkheid van borstkanker. Maar als je in de materie werkzaam bent, dan weet je dat er ook nog heel veel is wat we nog niet weten. En dat is informatie waar de betrokken families of de betrokken familieleden eigenlijk heel veel behoefte aan hebben. Het hangt samen met op welke leeftijd kun je nou het best beginnen met controles. Of dat dilemma wat u net schetste, voor wie zou nou een preventieve operatie wel geschikt zijn en voor wie zou dat eigenlijk onnodig zijn? Ja. Dat zijn vragen die we willen proberen te beantwoorden met dit grootschalig onderzoek. Ja, hoeveel mensen met zo'n erfelijke vorm van kanker krijgt dan ook daadwerkelijk kanker? We hebben het hier speciaal over de erfelijkheid van borst- en eierstokkanker. En u moet zich voorstellen dat als je die erfelijke aanleg bijdraagt, dat de kans om daar kanker van te krijgen ergens in de loop van het leven ligt tussen de 60% en 80%. Dat is hoog. Ja, ja. En dat kan zijn op je 31ste, het kan ook zijn op je 71ste. Ja. Dat is één van die dingen die we ook nog steeds niet begrijpen, waar we ook meer over zouden willen weten. Wij gaan kijken eventjes naar een fragment uit een interview met een vrouw die aan den lijve heeft ondervonden welke ingrijpende gevolgen erfelijke borstkanker heeft. Ik schrok enorm toen ik hoorde dat ik erfelijk belast was. Je weet niet wat er gebeurt. En ik was gewoon heel verdrietig. Ik huilde. Nou, ik huilde eigenlijk alleen maar om het schuldgevoel wat ik had naar de kinderen toe. Dat is gewoon heel groot. Ik heb gekozen voor preventieve maatregelen. Omdat ik naar mijn idee geen keus had. Ik heb al eerder kanker gehad. En je weet wat het traject dan inhoudt. En ik wilde dus graag ontspannen leven. Lekker genieten van alles en iedereen. En niet met een dreiging rondlopen. Ja, zij heeft dus ervoor gekozen om uit voorzorg haar borsten te laten weghalen. Dat is nogal wat, hè? Ja. Dat is een erg ingrijpende beslissing die ook hier in de regio toch regelmatig genomen wordt door vrouwen. In het UMCG worden per jaar zo'n 30 vrouwen geopereerd op hun eigen verzoek, naar aanleiding van het feit dat ze een sterk verhoogd risico hebben om borstkanker te krijgen. Ja, ja, wat is doorgaans het advies? Of nou ja, laat ik het anders vragen. Denken alle artsen er eigenlijk hetzelfde over? Ik denk dat de artsen er net zo verschillend over denken als de patiënten. En dat betekent dat er veel vrouwen zijn die ervoor kiezen om zorgvuldig onder controle te gaan. En dat zijn dan intensievere controles dan het gewone bevolkingsonderzoek, of zoals het in het dagelijks leven genoemd wordt, de bus. Dat begint ook op jongere leeftijd. Maar er zijn ook vrouwen die naar aanleiding van ervaringen in hun eigen familie, of bijvoorbeeld bij hun eigen moeder, toch kiezen voor een hele rigoureuze oplossing, zoals de mevrouw zojuist schetste. Ja. Omdat ze bang zijn, omdat die angst voor kanker eigenlijk hun dagelijks leven beheerst. Ja. Dus het hangt ook heel erg samen met hoe iemand zo'n verhoogd risico zelf ervaart. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat als er verschillende adviezen zijn van verschillende artsen en het komt voor in de familie en de een krijgt het één advies en de ander krijgt het andere advies, dat de verwarring en de onzekerheid ook alleen maar groter maakt. Ja. Nou, is dat niet op één lijn te trekken dan? Dat klopt, dat is een belangrijk punt. En dat is misschien wel een bijproduct van het onderzoek wat we nu gestart zijn, dat HEPON-onderzoek. Want daar doet het UMCG aan mee als een van de academische ziekenhuizen. Want alle academische ziekenhuizen doen mee. En dat is eigenlijk wel vrij uniek. Dus we hebben de handen ineengeslagen omdat we bedacht hebben dat als iedereen binnen zijn eigen
groepje en met zijn eigen families dat onderzoek gaat doen, dat de kans dat daar wat uitkomt heel klein is. Het voordeel als je het met elkaar doet, is dat er een grote kans is dat je echt nieuwe dingen gaat ontdekken waar de families direct baat van hebben. Maar dat zal denk ik ook ertoe leiden dat we daardoor ook meer één taal spreken. En dat dus een vrouw die bij mij uit spreekuur komt, vertelt, nou, wat u mij adviseert, dat komt sterk overeen met wat mijn zus 4 weken geleden in Rotterdam heeft gehoord. En dat is natuurlijk heel prettig, omdat er anders veel verwarring en onduidelijkheid ontstaat. Ja. Is dat ook een van de belangrijkste zaken van dat onderzoek? Een van de belangrijkste doelen? Wat is dat is een bijproduct. Je zou kunnen zeggen, de belangrijkste doelen van het onderzoek, de mevrouw in het filmpje, die vertelde dat bij haar die erfelijke aanleg is aangetoond. En dat in haar familie de puzzel als het ware is opgelost. Je moet zich voorstellen dat van alle families die naar onze afdeling worden verwezen, maar in 10% het ook echt gevonden wordt. En die andere 90% die gaan naar huis met het verhaal, het zou nog steeds wel erfelijk kunnen zijn, want we hebben het nog niet kunnen uitsluiten. Het eerste doel van het onderzoek is eigenlijk om te proberen andere genen te vinden die voor die familie misschien de verklaring gaan geven. Dus in die families dan ook het antwoord kunnen geven. En het tweede doel, daar werd ook wel door de mevrouw over gesproken, is dat we willen proberen misschien wel alternatieven te vinden voor die draconische beslissing om preventief worst of eierstok te laten veilen. Als de controles zouden verbeteren, wordt de noodzaak om een preventieve operatie te doen natuurlijk kleiner. Goed. En het derde, als ik dat nog mag zeggen, onderdeel van het onderzoek is dat we willen proberen te doorgronden waarom in één gezin 2 zussen met dezelfde aanleg de een heel jong borstkanker krijgt en de ander op 71-jarige leeftijd nooit kanker heeft gekregen. Ja. We hopen daarvan te leren om te zorgen dat als je die aanleg dan hebt, de kans dat je die kanker ontwikkelt zo klein mogelijk is. Ja, en dat hangt misschien wel samen met lifestyle aspecten, dieet, roken, bewegen, het aantal kinderen wat je gekregen hebt. Dat willen we uitzoeken. Okay. Nou, ik wens u heel erg veel succes. Dank u wel. Met het onderzoek. Dank u wel. Ja, vanaf 4 uur strijden in Alteveer de dames om de Nederlandse titel korte baan schaatsen. En het is niet de eerste keer dat er in onze provincie gestreden wordt om deze titel, want ook vorig jaar was dat NK in Alteveer. Toen won topsprinster Laurienne van Riessen. Zij kan haar titel nu niet verdedigen, want zij is in Amerika voor wereldbekerwedstrijden. Maar in Alteveer is onze verslaggever Elwin Baas wel. Elwin, ja, vorig jaar was het gezellig druk. Ik zie achter jou nog niet zo heel erg veel mensen. Nee, het valt ook een heel klein beetje tegen hoor. Naar schatting 200, 250 mensen. Ja, in vergelijking met vorig jaar, toen waren er bijna 700 mensen. Ja, daar valt het toch wel een heel klein beetje tegen. De voornaamste oorzaak namens de organisatie is dat toch wel dat het de nieuwigheid er een beetje af is. Vorig jaar was het een unicum dat er in Alteveer een Nederlands kampioenschap werd georganiseerd. Ja, dat is nu niet het geval. Dat voor de eerste keer weer gebeurt sinds lange tijd. Ja, en daarom is het ook wel even weer opvallend dat er dan toch wel minder mensen zijn dan vorig jaar. Ja. De titelverdedigster is er ook niet bij. Misschien dat er ook mee te maken heeft. Welke toppers zijn er wel? Ja, dat is misschien ook wel een van de redenen waarom de publieke belangstelling toch wel gering is. Inderdaad, er zijn helemaal geen Nederlandse toppers, want ook Margot Boer is er niet bij. Bijvoorbeeld een Thijsje Oenema is er niet bij. Die zijn allemaal in Amerika, die zich voorbereiden op de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City van komend weekend. Maar ook Anis Das en Natasja Bruintjes, 2 dames die niet mogen afreizen naar Amerika, die zijn er ook niet bij. En dan hou je wel een heel erg karig deelnemersveld over. Dat biedt ook kansen, want Bo van der Werf, onze eigen Bo van de Werf uit de stad Groningen, die staat wel aan de start. Zij is een van de favorieten misschien wel vanavond. En ik sprak haar eerder vanmiddag en vroeg haar ook of zij het ook jammer vond dat de toppers niet aanwezig zijn vandaag. Het is natuurlijk leuk als die ook allemaal meedoen. Wordt wel spannender van natuurlijk. Maar ja, je moet doen met wat er is. Hè? Dus, Wat zijn jouw kansen vandaag? Mijn kansen, ja. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik ga gewoon, ik hoop wel dat ik de finales haal, maar ja, zover is het nog lang niet. Eerst maar blijven staan en een goede tijd rijden en dan gewoon rustig doorgaan steeds. Ja, zullen zien. Ik hoor hier een beetje om me heen, beste 2, 3 moet ze zeker wel kunnen halen. Oh, dat hoor jij? Nou ja, ik weet niet, ik ben benieuwd. Ik zal mijn best doen. Ja, Elwin Boven de Werf, dat is dus onze troef. Hoe doet ze het? Helemaal niet onaardig. Sterker nog, ze doet gewoon goed, na verwachting. We zijn nu bij de laatste 8 deelnemers beland. Dan moeten ze nog allemaal 1 keer schaatsen. En dan komt er een 4-tal, blijft er dan over. Ja, en daar vandaan worden dan de finales gehouden. Boven de Werf zit gewoon bij de laatste 8, zoals verwachting. In verwachting dus, na verwachting. Dus in principe doet ze het gewoon uitstekend. Oké, dankjewel. Elwin Baas in Alteveer. En later vanavond hebben we een reportage over dat NK op onze site rtvnoord.nl.
Ja, verder over het winterweer. De wat grotere doorgaande wegen die waren vandaag best redelijk begaanbaar. Maar wie in de stad op de fiets onderweg was, ja, die moest toch wel over stalen zenuwen beschikken om het stalen ros een klein beetje onder controle te houden. Het was glibberen vandaag in de woonwijken en op de fietspaden. Want alleen de zogenaamde hoofdroutes worden op dagen als deze sneeuwvrij gehouden. Ik had wel verwacht dat het zou blijven liggen. Ja. De grote wegen daar en daar worden wel schoongemaakt, maar hier nee. En dus was het oppassen vandaag en niet louter en alleen genieten van de mooie witte plaatjes. Ja, ik vind de sneeuw hartstikke mooi, maar het had wel beter kunnen. En vooral... Ja, 's ochtends als je met de kinderen naar school moet en zo en de kleintjes op die fietsen, dan vind ik het best moeilijk en niet zo goed. Ook scholier Jacco, toch bepaald niet bang uitgevallen, had het niet eenvoudig om op school te komen vanochtend. Het viel mij een beetje tegen, want op de ene plek hebben ze wel het sneeuw weggehaald, maar dan is er geen zout gestrooid. En op de andere plek is er zout gestrooid, maar ligt er een 5 centimeter lage sneeuw, zeg maar. En ondanks het witte pak bij haar voor de deur zag Martine een fietstochtje vanochtend wel zitten. Zo te zien zijn er aardig wat sporen gevormd. Misschien dat ik daarin kan blijven fietsen. Ja. En dan zullen we het zien. Ja, en hoe hou je het warm in deze barre tijden? Nou, houtkachels bijvoorbeeld, maar die kunnen veel schoner en goedkoper branden als ze maar beter worden gestookt. Dat zegt houtkachel-expert Fetze Tichelaar. Hij geeft volgende maand in Haren een houtstookcursus. En volgens hem kun je, als je slim stookt, 2 keer zo lang met je hout doen. Ik denk dat bijna iedereen het verkeerd doet. Van houtstoken heeft Fetze Tichelaar zijn beroep gemaakt. In het Friese Reduzum verkoopt hij eigen gemaakte kachels. Omdat hij merkte dat veel van zijn klanten niet of nauwelijks verstand hebben van stoken, besloot hij een cursus te geven. Een van de meest gemaakte fouten is het aansteken van onderop, waardoor het hout te snel verbrandt. In een open haard moet het hout juist naast elkaar worden gelegd. Zo krijg ik dus een lopend vuurtje. En met een lopend vuurtje hoef ik niks meer af te remmen. Zijn tips werken ook bij kachels. Die zijn populair, niet alleen voor de gezelligheid, maar ook om te besparen op stookkosten. Kachels moet je van boven aansteken. En dan hoef ik in deze kachel in de eerstkomende 24 uur niet weer brandstof te zetten. En zeker met zo'n kachel kan er veel worden bespaard op hout. Nou, dat kan makkelijk 50% zuiniger. Makkelijk. Tichelaar geeft zijn stookcursus ook in onze provincie. Daar zou Wim Nijboer zijn voordeel mee kunnen doen. In zijn woning in de Groningse wijk Koendersborg stookt hij met aanmaakhout onderop. Nou ja, ik doe dat hier op deze manier. De familie Nijboer wil een nieuwe haard, eentje met meer capaciteit. Vanwege het gevaar van schoorsteenbranden moet het gebruik dus wel veilig zijn. Daarom geeft Tichelaar in zijn cursus ook daar adviezen over. Nou, het is misschien wel interessant om daar eens te gaan kijken, ja. Vuur blijft altijd mensen fascineren, zelfs mij. Ja, de Rijksuniversiteit Groningen viert volgend jaar het 400-jarig bestaan. En dat wordt groots gevierd. De universiteit wil met een laagdrempelig festijn alle inwoners van de provincie bij dat feest betrekken. Het Lustrumprogramma is vanmiddag bekendgemaakt. En bij mij in de studio Els van den Berg, ze is coördinator van het Lustrumfeest. Allereerst, wanneer beginnen de activiteiten? Nou, de echte Lustrumfestiviteiten beginnen op 15 mei 2014, dus dat duurt nog even. Het duurt een maand, tot 15 juni 2014. Ja, en nou is het thema is For Infinity. We zien hier achter in de schermen zien we ook het logo daarvan. Wat betekent dat? Nou, For is het Engelse 4 en Infinity is het oneindigheidsteken, een wiskundig teken. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat je er 400 in ziet. En dat wordt het grote herkenningsteken van alle festiviteiten. Ja, ja, dus dan moet je wel even een beetje doorheen kijken dat het zo'n soort omgekeerde 8 is. Maar wat is de betekenis dan verder nog van dat? Nou, dat het 400 laat natuurlijk zien dat we al 400 jaar bestaan. Een grote geschiedenis. Maar we willen natuurlijk ook vooruitkijken. We willen in de toekomst kijken. En die oneindigheid geeft gewoon een toekomstperspectief. Ja. En we willen er natuurlijk nog langer dan 400 jaar bij op kunnen tellen. Ja. Ja, nou moet het geen elitair feest worden. Om iedereen erbij te betrekken kunnen mensen vragen stellen aan de universiteit. Laten we even naar een paar voorbeelden kijken. Hoe is de Martini-toren gebouwd? Waarom is de universiteit eigenlijk opgericht? Is crimineel gedrag aangeboren? Herat Gronings altijd zo klonken als nou, of was het vroeger aas? Ja, dat zijn mooie vragen. Wat gaan jullie met die vragen doen?
Nou, we gaan die vragen verzamelen van alle mensen. Iedereen kan huis, tuin en keuken vragen inleveren of problemen of onderzoeksvragen. En dan gaan we eventueel lezingen of publieksdebatten of kinderuniversiteit rondom organiseren. Of we gaan zelfs een heus onderzoek opzetten naar aanleiding van een vraag. En sommige kunnen misschien beantwoord worden door studenten en sommige gaan dan echt door een toponderzoeker onderzocht worden. Ja, en hoeveel vragen kunnen dan echt door een toponderzoeker onderzocht worden? Want dat kost natuurlijk tijd en geld. Ja. Nou, wij denken dat uiteindelijk één vraag dan echt door een toponderzoeker beantwoord kan worden. Hè, in een heus onderzoek wat meer jaren gaat duren, zodat we dat later ook nog kunnen volgen. Maar er zullen zoveel vragen binnenkomen, die zullen we een beetje bundelen en kijken van dat we zoveel mogelijk vragen kunnen beantwoorden van de mensen. Ja. Mensen kunnen die vraag stellen bij, via mailadres, hè? Ja, via vragen400@rug.nl. Oké. Okay. Een theatervoorstelling komt er ook nog? Ja, een muziektheaterspektakel, een co-productie van het Noord-Nederlands Toneel en de Rug. Echt fantastisch. Tom de Ket, schrijver, maar ook regisseur, die heeft de titel Voor Eeuwig bedacht. En dat heeft natuurlijk alles met 400 Infinity. Jaar Rug te maken. Ja. Ja, en ook met For Infinity. Ja. Ja, verder nog activiteiten die in het oog springen? Ja, zeker. We gaan een maskerade organiseren. Dat is een soort optocht die studenten gaan maken samen met stadjers. Een soort feestelijke optocht. Nou, dat is natuurlijk heel erg leuk. Maar voor de rest hebben we ook loopevenementen. Een spectaculair roeievenement. En we hebben verder nog Aletta the Musical. Kortom, van alles. Ja. Het kan niet op. En wie er meer over wil weten, kan natuurlijk gewoon even op jullie website kijken. Zeker. Rug.nl. /Lustrum. /Lustrum. Dank u wel. Ja, tot zover Noord Vandaag van dinsdag 22 januari. U kunt ons natuurlijk blijven volgen via radio, tv, internet of tablet. En ik wens u nog een heel fijne avond.